poëzie in beweging. Demons belegering, Ramon Dekkers, Lord of the Ring. Poëzie in beweging, Demons belegering, Ramon Dekkers, Lord of the Ring. Hij werd gecoacht door Cor Hammers, zijn naam Ramon Dekkers. Zij die weten zijn de kennis van zijn faam. Zijn bijnaam, de Diamond, de blonde taai. Gevaarlijk als een mensenhaai of deze, Turbine from Hell. Dan weet je het wel, einde spel. Plus minus 200 gevechten, gevochten met 's werelds beste. Velen die verzochten te testen of zijn titels te bevechten. Verloren zijn eerste NK, 18 jaar nog. Poëzie in beweging, Demons belegering, Ramon Dekkers, Lord of the Ring. Poëzie in beweging, Demons belegering, Ramon Dekkers, Lord of the Ring. Weet je nog toen, tegen Ramki Soen in Breda, stond hij daar als overwinnaar. Zijn eerste EK, een jaar later, 88, tegenover de Engelsman in Eindhoven. Morris was zijn naam en hoe hij hem daar klaarde was prachtig. Net zo krachtig was zijn WK-strijd, Amsterdam, met een echte taai, goed voorbereid. Boenkerdoem zit Chang, van die naam alleen al word je bang. Behalve deze man, de grote kleine farao. Hoe is hij in beweging? Demons belegering, Ramon Dekkers, Lord of the Ring. Poëzie in beweging, Demons belegering, Ramon Dekkers, Lord of the Ring. Rodolfo Fujiwara of Kaman, Fighter of the Year, 92 in Thailand. Is niet eenvoudig, maar achtvoudig, kampioen van de hele wereld. Je kan iets doen tegen deze kerel. Mike Tyson van de Muay Thai. Vechtkunst getekend door schenen van Thai-staal. Geen stunts, maar klare taal. Een carrière van 20 jaar kan maar tot één ding leiden. Met zijn dojo Muay Thai geschiedenis blijven schrijven. Want in zijn klasse blijft hij een eeling. Oh ja, nog één ding. Ramon Dekkers is de enige, de echte Lord of the Ring. Poëzie in beweging, Demons belegering, Ramon Dekkers, Lord of the Ring. Poëzie in beweging, Demons belegering, Ramon Dekkers, Lord of the Ring. Poëzie in beweging, Demons belegering, Ramon Dekkers, Lord of the Ring.